En het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft gisteren de kick-off gedaan van de bewustwordingsactiviteiten in verband met Wereldconsumentenrechtendag. Het thema is Trusted Smart Products. Volgens Danielle Sumter, onderdirecteur Marktbeheersing, is het wereldwijde gebruik van smartphones en andere smartproducten de afgelopen 3 jaar snel gestegen. Tegenwoordig zijn er rond de 4 biljoen smartphonesverbindingen wereldwijd. Bijna het dubbele van 3 jaar terug, zegt Sumter. Het is voorspeld dat rond 2025 72% van de internetgebruikers toegang tot het internet uitsluitend via hun mobiel zal hebben. Een internetverbinding via vaste lijn blijft een dure manier om in verbinding te blijven voor de consument, in de meeste gevallen in ontwikkelingslanden. Daarom staat de toename van mobiel internet centraal, waardoor veel mensen de eerste ervaring van het internet en de belangrijke mogelijkheden die het kan bieden kunnen ervaren. Echter, het gebruik van alle smartphone-producten, of alle smartproducten, vooral telefoons, als gevolg van de slechte ondersteunende infrastructuur of de betaalbaarheid van apparaten en gegevens en tragere internetsnelheden, is niet overal even snel en beschikbaar. Zei ik daarnet biljoenen, de uitspraak is miljarden. De afdeling Consumentenzaken van het ministerie zal in de komende periode samen met belanghebbenden activiteiten ontplooien. Dit zal in stad en district gebeuren, benadrukt Sumter. Relevante stakeholders en consumenten in de verschillende districten zullen door middel van informatiesessies, posters, flyers, folders en social media geïnformeerd worden over het thema van dit jaar, maar ook de rechten en de plichten als consument. Om zoveel mogelijk jongeren te informeren over hun rechten en plichten, zal er ook een wedstrijd georganiseerd worden voor het ontwikkelen van een applicatie. Dit zal dus functioneel moeten zijn voor speciaal consumenten, ondernemers en toeristen. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal ook aanwezig zijn op de Meet in Suriname Agro en ICT-beurs van de KKF in de periode van 1 mei tot 2019. En tijdens de beurs gaan we zoveel als mogelijk informatie verstrekken over de werkzaamheden van onze afdeling, maar ook in het kader van Trusted Smart Products wereldwijd. Dus tegenwoordig zijn er rond de 4 miljard smartphoneverbindingen wereldwijd, bijna het dubbele van 3 jaar terug. Dat was dus Danielle Sumter, onderdirecteur Marktbeheersing van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Ze heeft gisteren de kick-off gedaan van de bewustwordingsactiviteiten van het ministerie in verband met Wereldconsumentenrechtendag, die gisteren is herdacht.